Nou, wat je ziet is dat jongeren of jongvolwassenen dat die gevoeliger zijn voor verslavingen. Maar als je ziet wat voor ellende het meebrengt, ja, dan... En daar maak ik me wel zorgen om, omdat dat toch een nieuwe groep gaat aantrekken. Een gokje wagen op z'n tijd. Daar klinkt op zich niets mis mee. Maar hoe onschuldig is het nog als je het wekelijks doet? Door de nieuwe wet op kansspelen is het voor jongeren steeds makkelijker geworden om online te kunnen gokken. Via campagnes met bekende mensen en influencers spoort de overheid jongeren zelfs aan om een gokje te wagen. Waarom is dat? Vergroot het de kans op verslaving? En wat doet dat met je hersens? Ik ken niet zoveel mensen uit mijn familie of vrienden die gokken. Ik heb het wel vaak gehoord, maar dat gaat vaak over bitcoins en zo. Wel eens online gezien. En een bitcoin is heel veel waard deze tijden. En daar gokken mensen dus heel veel op. Dus bijvoorbeeld dat je 1 euro inzet. Ik vind het een beetje raar eigenlijk. Hoezo zou je het eigenlijk doen? En dan hopen ze maar dat je 1 miljoen terugkrijgt. Najib Amhali kennen we als een van de grootste grappenmakers. Maar is ook altijd openhartig geweest over de niet zo grappige kanten van het leven. Zijn gokverslaving en drugsverslaving bijvoorbeeld. Het was drank, drugs en gokken. En dat deed ik online, dat deed ik vaak als ik thuis kwam van een show. Ging ik achter mijn computer zitten, fles drank en een lijn en go. Het ging allemaal samen, ja. Het ging allemaal samen, want een nuchter mens denkt, nou, weet ik wat, 7000 euro in 1 klik, je bent niet goed bij je hoofd. Kan je mij vertellen hoe dat is begonnen? Ik woon in een klein dorpje Krommenie. En ik kreeg van mijn moeder 100 gulden. Dan mocht ik een broek kopen, schoenen en een trui. En dan kom je dus het Centraal Station af en dan loop je richting de Dam. En dan had je een hele grote gokhal. En in het begin vond ik die spelletjes altijd leuk. Maar later gooide ik er wat geld in. En toen won ik wat. Dus toen liep ik door en toen kocht ik 2 broeken. En een jas. Dus zo begon het een beetje te triggeren. Van je kon winnen, maar je kon ook verliezen. Anneke Goudriaan is neuropsycholoog en heeft onderzoek gedaan naar gokverslavingen. Ze is nu hoofd van de afdeling verslavingsonderzoek bij de GGZ en vertelt ons over het beloningssysteem in je brein. Anneke, wanneer is gokken een verslaving? Je spreekt over gokproblematiek, wanneer het negatieve effecten heeft voor iemand. Die begint met iets wat belonend is, dus wat een prettig effect geeft in je brein. Maar bij gokken gaat het natuurlijk om geld. En geld is een hele sterke beloner, want je kunt er van alles nog wat mee kopen. En dat maakt ook dat gokken dan ook potentieel verslavend is. En iemand heeft dan eigenlijk het gokken niet meer onder controle. Ik wil bijna zeggen, je bent er 24 uur mee bezig. Zodra je wakker wordt, weet je, ik heb iets gedaan wat ik goed moet maken. Dat had ik de hele tijd, weet je. Vooral omdat het om zulke grote bedragen gaat. Nou, waar gaat het dan om? Bijvoorbeeld dat je steeds meer tijd kwijt bent aan gokken. Dat je probeert te minderen of te stoppen, maar dat lukt niet. En dat je bijvoorbeeld in je hoofd er steeds mee bezig bent. En wanneer merkte je dat het echt een probleem werd? Dat je steeds verloor en dat degene was waar je continu mee bezig bent. Dus ook op vakantie. Dat iedereen op het strand ligt en ik had mijn telefoon vast, want je kon het ook op je telefoon spelen. Bankenafschriften verstopte ik van mijn vrouw, dus ik was eerder bij de post. En dan stel ik die bij elkaar deed en zegt ze, ik mis de 3. Oh, dat is raar. Ze zegt, ik ga wel even bellen. Ik bel wel even. Het brengt je in een hele nare positie. En dat is wat geld met je doet. Je wordt verblind. Je ziet alleen maar geld. Terwijl er natuurlijk zoveel meer is om van te genieten dan alleen maar geld. Soms gaat het wel goed, maar soms ook niet. Je ziet vaker op televisie dat iemand het wel heeft gewonnen dan dat iemand het niet heeft gewonnen. Kijk, het is toch cool? Hun doen mee, dus dat doe jij ook mee. Dan denk je zo van, ja, dan kan ik het ook wel winnen als ik het wat vaker doe. Ja, maar het kan ook misgaan en dan ben je bijna alles kwijt. Wat gebeurt er dan precies in je hersens? Nou, als je geld wint, geeft dat een belonend effect in je hersenen, dus je gaat daar prettiger van voelen. Maar ook heb je een belonend effect in je hersenen voordat je die uitkomst te horen krijgt. Of voordat je weet van nou, ga ik nou geld winnen of ga ik geld verliezen. Dus is het heel spannend van ja, ga ik nou winnen, ga ik verliezen? En dat geeft ook een belonend effect in je brein. En ik merkte dat ik steeds sneller wilde weten of ik won of niet. Dus ik speelde alleen maar roulette. En je hebt ook versneld spelen. Dus je hebt het roulette, dat gaat zo. Prak, dat is toch een spanningje. Maar je hebt ook versneld, dat gaat zo. Prak, tak. En dan valt hij al op een nummer. Juist. Nou, kun je nagaan als je 7000 euro hebt, hoe snel dat gaat? Ja, dat is een fractie van een seconde. Dat is fractie van een seconde. Ben je het kwijt en dan berg je telefoon weer op en dan krijg je het warm. Fuck, 7000 euro. Kom, we gaan eten. Ja, we gaan eten. En dan gaan ze zeggen, ja, ik zet bijvoorbeeld
130 euro in en ik wil met jullie een spel gaan spelen. Er komen meer mensen, want ze willen natuurlijk 1000 euro en die willen ze graag winnen. Maar soms gaat het over de drempel en dan gaan ze bijvoorbeeld hun huis weggeven voor dat, omdat ze zo graag willen winnen. Ik vind het eigenlijk gewoon allemaal onzin. Ga liever gewoon werken en dan krijg je sowieso al het geld. Het is eigenlijk een soort van, net als drugs, kan je ook verslaafd aan worden. En later werd het dus, ontdekte ik, online gokken. Ja, en dat is fucked up. En dan heb ik het niet eens gehad over de toto of over de krasloodjes. Ja, het is niet gemaakt voor ons. Het is gemaakt voor degene die dat bedrijf hebben. Daarvoor is het gemaakt en die winnen. Want dat zijn de verhalen die je hoort, weet je wel. Die heeft 20 miljoen gewonnen. En mensen denken, weet je, oh man, hoe geweldig zou het zijn als ik de 100.000 win. Dan ben ik van mijn schulden af. Ja, het wordt te verleidelijk gemaakt. Floor van Bakkum is manager preventie bij Jelinek, de bekendste instelling voor verslavingszorg. Floor maakt zich zorgen over jongeren, waarvoor online gokken steeds toegankelijker wordt gemaakt. Online gokken wordt steeds toegankelijker voor jongeren. Maak je je zorgen? Ja, ik maak me daar zeker zorgen om. Wat wij natuurlijk zien is dat online gokken nu gereguleerd wordt. Dat het toegestaan wordt in Nederland. Op zich vind ik dat wel een verstandige ontwikkeling. Omdat je daarmee wel meer invloed krijgt op de aanbieders. Dus dat je eisen kan stellen aan hoe zij hun gokspellen aanbieden. En ook dat zij dus signaleren als mensen problematisch gaan gokken. Je hebt totaal geen controle over online gokken. Want je maakt zo een account aan. Kijk, als je in het casino 4-5 keer bent geweest. Dan komt er iemand naar je toe van het casino en zegt, nou, meneer Amhali, ben je nog 4 keer geweest, gaat het wel goed? Ja. En weet je, ze weten ook hoeveel je hebt gepind en dat soort dingen. Krijg je een gesprek en heb je problemen, krijg je een folder. Maar online, er is niemand die je ziet. Het is puur, storten maar. Dit is een soort van casino. Je weet toch, een casino, daar zet ze geld in om iets te winnen. Maar nu is het dus online gekomen. En online betekent dus veel meer mensen. Want heel veel mensen hebben social media. Ik krijg wel bij je DM's, bij Instagram. Dan krijg je soms, word je in een random groep gegooid. En dan, als je dit doet, krijg je 1 miljoen euro. Het is gratis. Ik vind het eigenlijk gewoon allemaal onzin. Ga liever gewoon werken en dan krijg je sowieso al het geld. De Nederlandse staat is voor een groot deel eigenaar van de Nederlandse loterij BV. En daar vallen ook veel merken onder. Wat betekent dat de winst ook naar de staat gaat. Tegelijkertijd staat er in die wet dat ze juist met deze wet verslaving willen voorkomen. Dat lijkt me een beetje dubbel. Het lijkt een beetje dubbel, maar doordat de overheid het aanbod reguleert, kunnen ze ook eisen stellen aan preventiemaatregelen bijvoorbeeld. En het idee van de overheid is volgens mij van een gereguleerd aanbod is beter dan een illegaal aanbod. En je dus ook meer aan preventieve maatregelen kan doen. Maar het blijft natuurlijk altijd heel ingewikkeld om te zorgen dat je door die regulering niet gaat zorgen dat er hele grote groepen opeens gaan gokken die voorheen niet gegokt hebben. Dus wat dat betreft is het heel goed dat we erop gaan zitten met monitoring, dat we goed gaan kijken wat er gebeurt, zodat mensen minder in de problemen ermee komen. Het zijn ook cijfers, hè? Dat is het gekke, weet je. Als het is niet tastbaar. Nee, het is niet tastbaar. Als je naar je banksaldo kijkt en je ziet 1200 euro, het is 1200. Dat is het. Het is niet tastbaar. Maar als jij het hier hebt en je moet het steeds weggeven en denkt, oh, ik heb nog maar zo weinig over. Ja, dan wordt het een ander verhaal. Maar een van de minder fijne kanten daarvan is dat er dus ook reclame gaat komen voor online gokken. En daar maak ik me wel zorgen mee om, omdat dat toch een nieuwe groep gaat aantrekken. Nou, wat je ziet is dat jongeren of jongvolwassenen dat die gevoeliger zijn voor verslavingen. Dus over het algemeen, en het geldt ook voor gokken, is het zo dat verslavingsproblematiek meer voorkomt onder jongeren of jongvolwassenen. Dus tussen de 18 en de 25. Toch zullen jongeren die zien en dat zal jongeren misschien toch toe aanzetten om te gaan gokken. En mogelijk een gokverslaving te ontwikkelen. En dat is ook de reden dat dus reclame voor gokken niet gericht mag zijn op die doelgroep. Zij hebben veel geld, dus zij kunnen iemand heel veel geld geven voor een reclamespotje. Ze weten precies de doelgroep aan te spreken, precies met het voetbal. Gaan we die toto op een hele... Want ik vind het een hele grappige reclametje. Ik heb een suf gelachen. Ik zei ook, hey, dit is echt grappig. Maar daarachter zit natuurlijk het hele gokgebeuren. Maar als je ziet wat voor ellende het meebrengt, ja, dan heb ik daar mijn bedenking over. Het is een soort van ook egoïstisch. Want je houdt niet rekening met mensen. Als je er ook bekende mensen voor gebruikt om mensen over te halen dat zij het ook doen, dan vind ik dat ook best wel triest. Dat vind ik meer chanteren, want ze zeggen dan, als jij meedoet, dan doet ook een rijk iemand of een beroemd iemand mee. Dan denk ik van, ze dwingen je dan eigenlijk om mee te doen. Er zijn vaak mensen die je ook
zelf geldproblemen hebben en niet goed gaan met werk. Ze zijn ontslagen en dan gaan ze maar proberen te gokken. Mensen die denken van ik wil geld, die gaan dan wel doen. Ze pakken eigenlijk geld af van mensen, ze stelen het eigenlijk gewoon. Kijk, het zijn gemaakt voor plezier, weet ik veel. Je gaat met 50 euro met vrienden, ga je pokeren. Avondje, dan heb je die 50 euro verloren. Oké, weet je, pech. Weg naar huis. Maar een verslaafde wil altijd meer. Je bent machteloos. Je kan niet zelf stoppen. Er moet iets gebeuren. Je moet met iemand praten. Je moet het probleem aan iemand voorleggen die jou een andere raad geeft dan. Joh, weet je wat je gewoon doet? Gok nog één keer en dan niet meer. Ja, zo werkt dat niet. Weet je, waarom gok je? Is er dan ook het risico dat je er dan voor altijd mee kampt? Als je een verslaving hebt, hoeft het niet te betekenen dat je je hele leven daar last van hebt. Je kunt ervoor behandeld worden. En betekent wel vaak dat je die verslavingsgevoeligheid houdt. Dus we weten dat mensen die bijvoorbeeld een gokverslaving hebben gehad, dat die ook gevoeliger zijn om andere verslavingen te ontwikkelen. Dat betekent ook dat er een genetische kwetsbaarheid zit, dus dat er ook erfelijkheid is. Dus als in jouw familie verslavingen voorkomen, betekent het dat je zelf ook wat gevoeliger daarvoor bent. Maar dat betekent absoluut niet dat je je hele leven er last van hoeft te houden. Hoe ben je van de gokverslaving afgekomen? Dat doorbrak ik door gewoon open kaart te spelen en te vertellen ik heb een probleem. Dat is het eerste wat je moet doen als je een probleem hebt. Vertellen dat je een probleem hebt, het erkennen zelf. Ik ben machteloos. Ben ik gewoon machteloos. Als ik de kranten las of berichten, mijn oog viel altijd op man wint met 3 euro jackpot. Dat is dan, ik zie ja, het kan wel. Het kan wel, het staat er toch, het kan wel. En dan het tweede was hulp zoeken. Dus in die volgorde. En tot nu toe, ik ben nu bijna 3 jaar verder, is het me gelukt. Maar het kan je zo weer overkomen als weet ik veel wat. Je gaat toch een casino binnen. Dus ik heb ook gezegd, ik ga nooit meer naar binnen toe. Hoe behandel je gokverslaving? En gokverslaving behandel je eigenlijk door te kijken naar wat zijn nou de momenten waarop jij gaat gokken. Dus wat zijn nou eigenlijk de zwakke punten waardoor jij verleid wordt om te gaan gokken. En daar leren we je eigenlijk mee om te gaan en eigenlijk nieuw gedrag over in te leren. En dat wordt gedaan door cognitieve gedragstherapie bij ons. En er zijn verschillende vormen van behandeling die we geven. Dat ligt er ook een beetje aan de ernst van je verslaving en je andere problematiek. Dus we bekijken bij de intake naar hoe je ervoor staat en hoe we je het beste kunnen helpen. Dus heel veel jongeren kijken naar jou, kijken naar Vanix. Wat wil je jongeren meegeven? Ik zou er niet aan beginnen. Of je nou Toto speelt of krasloodjes of weet ik veel wat. Je kunt nog eerder door de bliksem worden geraakt omdat je de hoofdprijs wint. Ik denk dat je gewoon van je hard gewerkte centjes gewoon moet gaan genieten. En ik leer het mijn kinderen ook. Want op een gegeven moment, ja, die zien dat ook. Die zien ook op tv, weet je wel, de influencers. Met grote Lamborghinis en dit en dat. Ja, maar papa. Ik zeg, ja, maar dat is niet allemaal echt. Weet je wel, je moet niet allemaal geloven wat je ziet op tv. Vooral op het internet natuurlijk. Maar het is te makkelijk. Je wordt ermee doodgegooid eigenlijk met de reclames. En dan wil ik jongeren echt voor waarschuwen dat het best gevaarlijk kan zijn. En dat je verslaafd kan raken. En dan heb je een probleem. Nou, ik zou het zelf niet doen. Ik zou gewoon gaan werken. Want als je gewoon werkt voor wat je verdient, dan vind ik gewoon, je krijgt het geld en je hebt er echt voor je best gedaan. Maar misschien later naar een casino of zo, maar ik zou er nooit verslaafd aan raken, denk ik. Hoop ik. Ja, je gokt, dus misschien krijg je wel helemaal niks. Gokken is gewoon troep. Ik zou het niet doen. Is dat dan heel anders dan de behandeling met iemand die een drugs- of alcoholverslaving heeft? Er zijn natuurlijk wel verschillen in, omdat gokken natuurlijk een ander soort, het is een spel en het is niet iets wat je tot je neemt. Maar uiteindelijk lijkt het principe van een verslaving heel erg op elkaar. Dus wat dat betreft lijkt de behandeling heel erg op de behandeling die je ook zou krijgen voor alcohol of drugs.